Bram Kamminga mag op dit moment de beste inlineskater van Nederland genoemd worden. Ze maakte een opzienbare herstelperiode door na haar zware ongeval en was direct weer op het hoogste schavot te zien. Schaatser.nl was in Almere om de kwalificatie voor het WK bij te wonen en praatte daarna met haar. Bram Kamminga, de trials zitten erop voor het WK. Je was al geplaatst natuurlijk, dus het was helemaal geen verrassing. Je hebt de laatste tijd een hele constante goede vorm laten zien. Met als hoogtepunt een gouden medaille op het EK. Het WK, hoe liggen de verhoudingen dan, denk je? Ja, dan moeten we eerst maar kijken. Ik weet nog van vorig jaar dat we dachten dat we heel veel beter waren geworden. En toen kwamen we op het WK en toen viel het eigenlijk wel toch wel zwaar tegen. Toen was ik toch wat teleurgesteld na het WK. Maar dit jaar probeer ik wat meer af te wachten tot op het WK zelf. En dan gewoon daar het beste eruit halen en kijken hoe ver we dan komen. We gaan even een klein beetje terug in de tijd. Jouw ongeval, dat weten we wat er gebeurd is. Het was niet niks. Het is al heel snel geheeld en direct na het hele zat je al gewoon volop in de prijzen. Hoe kan dat? Ja, dat heeft mede te maken met natuurlijk dat ik echt super hard had getraind van tevoren. Ik heb die wond gezien. Een normaal mens, laten we dat even stellen, die is echt veel langer bezig met het beter worden hoor, en het herstellen. Bij jou zat dat ding zo in één keer dicht en hij zat echt tot op het bot. Ja, zeker. De dokter zei ook van ja, een normaal mens die loopt daar wel drie maanden mee rond voordat het echt weer een beetje gaat. En vooral toen de spalk eraf ging, toen zeiden de dokters, na 2 weken komen mensen meestal hier en dan kunnen ze nog steeds niet veel met het been. Maar toen ik na een week terugkwam, toen boog ik hem alweer 90 graden zo'n beetje. Dus die waren ook echt verbaasd dat ik, gewoon wilskracht hè. Wilskracht is natuurlijk één ding. Ik ga even terug naar de race in Emmen die jij gereden hebt. Mocht je nou daar een smakkert op gemaakt hebben, wat had dat voor gevolgen gehad eventueel? Ja, als ik val en ik val erop, joh, dat wordt lelijk, denk ik. Dus ik heb gewoon liever het zekere voor het onzekere. En dan maar een wedstrijdje met zo'n kous eromheen. Dat vind ik niet zo erg. Nee, hoe je het doet, maakt niet uit als je maar in de prijzen gaat vallen. We gaan elkaar terugzien op het WK in Italië. Is goed, tot dan.